Hoi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik heb een shoplogje. Ik heb Hennis en Maurits. Even losmaken. Er was gevraagd of ik een keer make-up wilde testen van Hennis en Maurits. En dat wil ik. Ik heb altijd ruzie met die dingen. Dat was al een tijd geleden hoor. Ik denk een beetje in de lente. En ik moet zeggen, er was niet heel veel nieuw. Dus ik heb al dingen besteld. Wat make-up, wat tools. Gewoon om Hennis Beauty te proberen. Waarbij ik wel van tevoren moet zeggen, ik heb geen complexieproducten besteld. Ik heb de Essential set voor eye make-up. Dat is deze. Dat zijn dan 4 oog make-up kwasten. Ik heb een foundation en concealer brush. Dat is zo'n dual-ended ding. En ik heb ruzie met die dingen. En ik heb een powder en blusher kwast. Dat is ook zo dual ended. Zo 2-in-1. Ja. Dat zijn alle kwasten die ik heb gekocht. Dat zit er dan los in. De pakmol zit erin. En dan zitten er envelopjes in. Ik hoop niet dat ze Zalando gaan nadoen. Hè? Dat alles ook nog in plastic en in envelopjes en noem maar op zit. Ja, dus. Dit is ik ga het gewoon openmaken. Ik denk dat dit een mascara is. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik volgens mij een schaartje gekocht. Ja, een schaartje. Dat zit zo. Dit is niet zozeer om te testen, maar meer omdat ik het nodig heb. En een puff. Ik hou van puffs. Ik heb ze nu denk ik van ieder merk. En dus nu ook een van Hennis en Maurits. Dus ik probeer het allemaal in terug te doen in deze envelop. Dit ook zo. Kijk of ik het dan zo in één keer naar boven kan tillen. Dat denk ik niet. Die doosjes moeten denk ik los. Ik heb nog een envelop. Als je nou gewoon opvulkarton had gebruikt, dan had dit allemaal gewoon hierin gekund. En dan had overal een plastic zakje omheen niet nodig geweest. Het is een beetje wasteful. Ik ga toch mijn bril even pakken. Ah, dit is mijn computerbril. Die heb ik niet nodig, want de computers doen het niet. Dit is een lip shimmer. Een gloss, dus gewoon een lipgloss. Heb ik besteld. Dan heb ik nog deze puffjes besteld. En dit zijn, hier kun je ook je foundation mee aanbrengen. Ik was heel benieuwd. Heel benieuwd. En ik had er nog geen in mijn handen gehad net. En dit is een Mark My Lips, een lip liner in de kleur Ginger Beige. Maar dit is een lip liner, heb ik gekocht. Dan heb ik,
Ik heb namelijk ook niet toegang tot een Hennis bij mij makkelijk. Waar ik de make-up echt kan zien. Dit is een eyeshadow pen in Totally Taupe. Dus dat is voor de ogen. Ik heb een poederbronzer gekocht in de kleur Light. En ik ga de kleuren nog niet laten zien. Hè? Dat komt dan in het filmpje van de week. Of binnenkort. In ieder geval deze maand. Dit is een Do It All stick. In de kleur Teddy. Met ongeveer zo'n kleur. Op zich ben ik niet zo van de sticks. Maar ja, ik wilde het proberen. Dus ja, dan moet je ook alles proberen. Ik heb wel dingen van Hennis Beauty. Blushes en oogschaduws en zo. Dit is een poeder blush in de kleur Oh Natural. En dit is een shimmer blush. Hier zie je de kleur. Lekker natuurlijk. Ik gooi het even op tafel allemaal. Nee. Dan heb ik een Luminous Setting Powder in een roze kleur. Een roze kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb een matte formaat, een liquid matte lipstick in de kleur. Het staat er niet op. Nou, of ik kan het nu niet lezen, maar liquid lipstick. Ik denk dat ik hier een poeder highlighter heb, ja. Press Powder Highlighter at First Light in de kleur Beam Me Up. Dit is de kleur. Best veel eigenlijk. Dan heb ik een matte lippy. Matte lip color in de kleur My Lips But Better. Dat is dan zo'n kleur. Ja, dat komt op zich wel overeen met mijn natuurlijke lipkleur. En dan heb ik nog een Do It All stick. Een Do It All stick. Color stick voor cheeks, lips en eyes. En deze is mat. En dit is de kleur Tour de Contour. Dus het is meer een contour stick. Do It All stick. Nou. Dat is het. Dat is de make-up die ik gekocht heb. Dus het is wel gezichtsmake-up, maar geen complexie. Dus geen concealer of foundation. Dat is mijn hond. Die heeft weer een egeltje of zo. Of een vogeltje. Dat was het. Ben je benieuwd? Vind je het een leuke video? Laat een duimpje achter. Ben je benieuwd? Naar welke producten ben je benieuwd? Ken je deze producten al? Ken je de tools al? Dan hoor ik het graag van je. Dan ga ik er extra ook een beetje op letten. En ja, dan wil ik alleen maar zeggen, maar dank u wel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!